aanbiedingen. En dan sta je in één keer in de kebab te plassen. Je bent al bezig. Je kan het al prima. Hey, wie van jullie twee moet ik nou hebben? De grote baas of de echte grote baas? Snap je, kun je even helpen? De grote baas, ja, maar dan ben jij toch de echte grote baas? Nee, dat is hij, hè? En kijk even hier, want daar staan we niet zo... Ik heb een handschoen aan mijn gebruik zien, hoor. Dus dat is prima voor de film. Ja, precies. Nou, dat ziet er goed uit, jongen. Ja, dank je. Hey, maar je zei net al, het grootste verschil met de vorige festivals, want hoeveelste festival is dat hier? De wintereditie, derde ja. Wintereditie, ja. Maar we hebben nu, we gaan gelijk vloers. Ja, kijk, we kunnen gelijk vloers, hè. Dus we hebben er één grote ruimte voor gemaakt. Dus we hebben alles opgehoogd. Dus ook een beetje voor de warmte. De warmte blijft beter. We hebben meer verwarming erop. Ja, maar het lijkt een kleine stap, maar daar had je behoorlijk wat extra werk aan. Ja, er is wat extra werk aan geweest door de tentenbouwer inderdaad. En RBK, super. Maar goed, dus we lopen misschien ietsjes wat achter, maar we gaan het zeker redden natuurlijk. Hey, maar ik kon vertellen even kort. Want ja. We hebben weer gewoon het Winterbierfestival morgen en zaterdag. Ja, klopt ja. Morgen en de zaterdag, dan zat je al een heel eind vol. Ja, maar, ik denk dat we zaterdag wel uitverkocht zijn. Dus even om en nabij. Want dit jaar zijn er ook allerlei Belgen en Duitsers opeens. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. We worden de laatste week eigenlijk heel veel gebeld door mensen uit België en uit Duitsland. En het begreep dat via de website kunnen die geen kaarten kopen. Dus dat is alleen maar voor binnen Nederland. Een foutje van onszelf natuurlijk. Maar we hebben een hele lijst met namen van Duitsers. Die dus nu kaarten gereserveerd hebben om dus vrijdag en zaterdag binnen te komen. Want die hebben weer vakantie of zo, de Duitsers? Ik heb geen idee. Nee? Ik weet niet waar ze naar. Maar mensen weten het op een of andere manier. Dus ja, dat is heel leuk. Ja, daar zijn we wel heel blij mee. Ja. Dan ben je een toeristentrekpleister. Maar daarover gesproken. Want ik heb natuurlijk wel wat gezien op Facebook. Ik zag dat er... ook nieuwe bieren bijvoorbeeld van Baart af worden gepresenteerd. Ja, klopt zo. Ja. Maar zijn er nog ten opzichte van vorig jaar, heb je nog bijzondere dingen staan of zeg van... Ja, we hebben sowieso een nieuwe cateraar erbij. Dus de food hebben we eigenlijk helemaal uitbesteed nu. Oké. Okay. Is dat de Middelburgse cateraar? Eén uit Middelburg, eentje uit Vrouwenpolder. Dus we hebben altijd lekker Zeeuws gehouden met Zeeuwse producten. Eigen producten allemaal. Dus we hebben de Van den Berg catering met een kebab of Griekse gyros is dat. Gyros broodjes en vegetarische falafel. En we hebben dit jaar voor het eerst patat. We hadden nooit geen patat, maar dat hebben we dit jaar dus wel. Dus we hebben een Zeeuwse patat, moet ik erbij zeggen. En barbecue, menus, hele menus erbij. Dus niet alleen een hapje of een broodje, maar gewoon een compleet menu kunnen ze aanschaffen als ze dat willen. En natuurlijk ja, de tenten. Tenten zijn ietsjes groter. Dus we hebben hier wat extra ruimte. En wat we zeggen, we hebben er één grote ruimte van gemaakt nu door alles te verhogen. Dus het wordt één geheel nu. Ja. Dus het is even afwachten, maar we hebben er een goed gevoel bij. En de bieren, want het is natuurlijk toch een bierfestival. Ja, we hebben echt heel mooie bieren. We hebben Amerikanen erbij zitten, Polen, we hebben Belgen natuurlijk, Nederlandse brouwers ook uit de regio. Je zei het er net al, Baartaap. En Dutch Bargain die ook een nieuw bier presenteerde. Dus wel uniek. Dus we hebben echt een paar mooie en hele exclusieve bieren, ook in onze eigen bar. En ja, dat is gewoon voor de bierliefhebber en bierkennis is het echt, hebben ze echt een hele mooie plaatjes om te komen. Nou, dat is de moeite waard van het komen waard. Ja. En je kan gewoon nog wel op de Bonnefoy komen, zeker morgen. Ja, dus. Vrijdag, kijk, als de mensen zaterdag willen komen, zorg dat je in ieder geval tussen 2 en 3 uiterlijk komt. Want we gaan absoluut, of het is uitverkocht, of we raken uitverkocht. Ja, dus, het is sowieso in de avond altijd wat drukker natuurlijk dan in de middag. Ja, ja, ja. Maar goed, gereserveerde kaarten moeten we wel rekening mee houden natuurlijk. En mensen die muntjes hebben bij de ontmoetingsdag. Ja, klopt zo. Ja, die zijn ook geldig hier. Dus ze kunnen in plaats van dat ze misschien iets leuks kunnen kopen, kunnen ze ook een entree. Volgens mij was ik degene die een foutje maakte waardoor jij niet in het boekje stond. Dus ze kunnen ook muntjes hier besteden, mensen. Heb ik het zo goed gemaakt, Koen? Ja, top. En veel succes en dan kom ik nog even kijken. Dank je. Super.